In de Tjalk in Lelystad is gisteravond een woningoverval gepleegd. Dat gebeurde rond 9:15. De politie verspreidde daarna via Burgernet een oproep waarin ze aangaf op zoek te zijn naar twee verdachten. Beiden zouden klein van postuur zijn, zo rond de 1,60 meter. De twee werden voor het laatst gezien toen ze wegliepen richting de Botter. Ze zijn nog niet aangehouden. In een leegstaand gebouw aan de Oslolaan op Urk heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Het gaat om het vroegere noodgebouw van de Wilhelmina-school. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat er veel rookontwikkeling in het gebouw was. Om de rook weg te krijgen zijn de ruiten van het gebouw ingeslagen. Na een half uur was de brand geblust. De snelle groei van Schiphol bevestigt de noodzaak om Lelystad Airport zo snel als mogelijk is te openen. Ook al wordt dit een jaar later dan gepland. Dat zei Schiphol-president Jos Nijhuis maandag bij de nieuwjaarsreceptie. Schiphol heeft vorig jaar het recordaantal van 63,6 miljoen passagiers verwerkt. Daarmee worden de grenzen bereikt. We hebben afspraken gemaakt aan de tafel van Alders, de Omgevingsraad Schiphol, dat Schiphol mag groeien tot 500.000 vliegbewegingen in 2020, dus inclusief 2020. We zitten nu op 479.000 vliegbewegingen, dus we hebben nog nauwelijks groeimogelijkheden naar de toekomst toe. Opening van Lelystad stond gepland voor april 2018. Doordat Luchtverkeersleiding Nederland nog niet klaar is met de vliegroutes, wordt dat vrijwel zeker een jaar later. De bouw gaat binnenkort van start en wordt in geen geval uitgesteld. Nee, dat is allemaal gecontracteerd. Dus in theorie sluiten we de deur op 1 april 2018 en doen we hem hopelijk open op een paar dagen voor 1 april 2019. Nijhuis hoopt in februari van Luchtverkeersleiding Nederland te horen hoe groot de vertraging precies wordt. Meer druk uitoefenen, dat heeft geen zin. Ik heb er alle vertrouwen in dat men een stinkende best doet om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. En vooralsnog ga ik eruit dat het een uitstel is van 1 jaar en niet langer. Zodra een nieuwe datum bekend is, hervat Schiphol de gesprekken met luchtvaartmaatschappijen die naar Lelystad willen komen. We waren net bezig om de gesprekken met de luchtvaartmaatschappijen te voeren. En die hebben we natuurlijk gestopt, want dat heeft nu geen zin meer als 1 april 2018 niet doorgaat. En wie is het meest teleurgesteld? Noemt u zijn naam? Daar noem ik geen naam over. De Evenaar in Almere Buiten moet veiliger. Bewonerscomité Veilige Regenboogbuurt Evenaar ging gisteravond met een aantal raadsleden op pad om te laten zien wat er scheelt. Wat wij graag willen, dat is dat er Evenaar veiliger wordt, dat er zebrapaden komen, dat er oversteekpunten veiliger worden, dat er meer verlichtingen komen. De drempels zijn onlogisch. Bij de een kan je wel normaal overheen en bij de ander word je gelanceerd. Almere is gegroeid, maar de Evenaar niet. Dat is het probleem. Er gaat nu zoveel verkeer overheen, waarvan je zou kunnen denken, pas ook de infra een klein beetje aan, waardoor het weer een stukje veiliger wordt, waardoor meer verkeer over de bredere wegen kan. Wethouder Frits Huis loopt ook mee. Op de Evenaar gebeuren niet meer ongelukken dan elders, zegt hij. Dat blijkt uit cijfers. Maar Huis snapt dat bewoners daar geen boodschap aan hebben. Ik moet gewoon luisteren naar wat die mensen zeggen en luisteren naar hun suggesties. En dat is wat ik doe. Terecht, zegt Tom van den Berg. Die cijfers vertellen hooguit de helft van het verhaal. De bijna ongelukken reizen de pan uit. De SP, ook van de wandelpartij, wil actie. Wachten tot de eerste verkeersdoden is geen optie. Exact, want dan hebben we inderdaad het bekende kalf wat verzopen is. Op 25 januari is er een bewonersbijeenkomst. Wethouder Huis zegt toe suggesties van bewoners mee te nemen in besluitvorming. Dit is het begin van de schatkamer. En hier staan de meeste beelden zijn dus allemaal uit Schmidtveld. De Belgische kunstenaar Johan de Sijn heeft een aantal van zijn beelden beschadigd teruggekregen van Witchworld. Hij is de geestelijk vader van tientallen sprookjesfiguren. Spijtig genoeg zijn er dus enkele zonder baard teruggekomen, een heks zonder hoed teruggekomen. De rest van zijn creaties is ondanks herhaaldelijke verzoeken nooit teruggekomen nadat de samenwerking werd beëindigd. Ik mis nog een aantal beelden. Ik mis een aantal sprookjesbomen. Ik mis al mijn airbrushwerken, ik mis een hoop foto's. Dat doet pijn. Niet alleen je bent kwaad, nee, dat doet pijn. De Sijn bedacht 6 jaar lang sprookjesfiguren met bijbehorende verhalen voor themapark Witchworld. Sommige maakte hij van klei. Ook vervaardigde hij tientallen tekeningen en schilderijen. Ik werd daar niet voor betaald. Oké, wel mijn materiaal van mijn klei. Maar voor de rest was de afspraak, het is van mij. Het blijft van mij en Ton mag er mee uitpakken. Na een tijdje ging het mis tussen de kunstenaar en Ton Teunis van Witchworld. Ik merkte dat Ton stelselmatig mijn werk door anderen liet namaken
Om bijvoorbeeld zijn poppenkast te illustreren. Om bijvoorbeeld een winkeltje open te houden met merchandise. Met mijn figuren die hij dan door iemand anders liet namaken. Nadat de kunstenaar eiste dat zijn werk niet meer zou worden gebruikt en nagemaakt, werd hij aan de kant gezet. Ik wil die volgende datum, maar ditmaal zonder uitstel. En toen heb ik een woeste tonteunus meegemaakt die op een onbeschofte manier mij via de mail gewoon op straat heeft geschopt. In een reactie laat tonteunus van Witchworld weten dat Design de spullen kan komen halen en dat er alleen via een advocaat wordt gecommuniceerd.